Kijk eens aan, jongens. Wat is een Oostenrijkse boer zonder dikke ventrekker en sneeuwblad erop? Welkom bij een nieuwe video. Ik ben in Oostenrijk aan het skiën met de familie. Maar we gaan natuurlijk niet alleen maar skiën. We gaan ook op zoek naar die boeren die melk maken hier in Oostenrijk. Ik wil dat wel zien hoe dat gebeurt. Ik heb er een gevonden. Een boerderij hier midden in de bergen in het dorpje Krimmel. En het is prachtig om te zien. De witte toppen in zicht. En het groene gras wat er alweer doorkomt. Ook het voorjaar komt hier in zicht. En we gaan eens even een rondje koeien kijken. Goed, we zijn dus in Oostenrijk hier op een boerderij en er zijn een hele andere stuk vee. Als je hier omheen kijkt, dan zie ik allemaal verschillende kleuren en de voergang is leeg zoals je ziet. Er komt een bakje voer aan, daar hebben ze een automatisch voersysteem dat bezig is met een bakje voer maken voor de dames hier op de Oostenrijkse boerderij. Ook hier hebben ze een koeborstel. Kijk, de dames is genieten. Ze hebben hier wel open roosters, maar er zit rubber op de vloer. Dat is goed voor de klauwen. Ze hebben daar een melkrobot, een Laval. En daar in dat schuurtje zit ook een de Laval melkrobot. Dat hokje is mooi geïsoleerd. Dat houdt de warmte vast voor in de winter. En aan die kant hebben ze een soort warmteinstallatie wat rondom de robot circuleert om de robot dooi te houden in de winter. Zoals je ziet een erg smalle voergang. Ik denk dat de voergang ongeveer 3 à 4 meter breed is. Je kunt hier met een shoveltje net komen. Een trekker past er absoluut niet in. Maar de automatisch voersysteem zal hier via de rails voer voor de koeien neergooien. Kijk, daar zie je de grote koeien. Moet je eens kijken hoe mooi breed hij op de poten staat. Echte vlekvie soort denk ik. Je ziet wat Holstein, wat vlekvie. Dat is denk ik de kleur van een Montbéliarde. Zo zijn er allerlei kruislingen hier tussendoor. Ze melken hier dus 100 à 110 koeien. Ze hebben ongeveer een 100 hectare grond erbij. Het is een mooi modern bedrijf. De stal maakt een frisse indruk, het klimaat is goed. En het leuke is denk ik om al die verschillende koeien hier te zien. Bij ons op de boerderij heb je natuurlijk pure Holsteins en hier... zijn er allemaal kleuren. Hier staat een stier, die loopt tussen de koeien in om de dames te dekken en drachtig te maken. Hij vertelde net dat het goed beviel. Zo krijg je de koeien mooi drachtig en is insemineren dus ook niet nodig. Dit is dus de Holsteinstier. Dit zal wel de Montbéliarde mengsel zijn. En daar verderop staat nog een blauwe. Blauw ras, Belgisch blauw. Kijk hoe de Montbéliarde stier, hoe tam die is. En hier de Holsteinstier. Ja, ze zeggen dat het goed werkt. Sommige boeren zullen denken, wat moet je toch met een stier tussen de koeien? Dat is hartstikke gevaarlijk als boer zijnde. Stier is altijd onverwachts. Maar hier dus goede verhalen over een stier tussen de koeien. Prachtig. De roosters worden schoongemaakt.
Het is een blauw ding, maar het lijkt niet van Tullerval, maar misschien ook wel. De koeien staan hier te wachten bij het voerhek. Zo hebben de, waarschijnlijk de voer al al gehoord. Ze weten dat de voer eraan komt. Hier buiten heb je een uitgang naar buiten, dus de koeien kunnen naar buiten toe wanneer ze dat willen. Een klein groepje droge koeien. En hier heb je dus de voerrobot. Het merk is Aramis 2. Ik ken het eigenlijk helemaal niet. Je ziet twee voerboxen. Ze zijn waarschijnlijk gevuld met kuilvoer. Daar nog de krachtvoerleidingen, twee stuks. Mooi om te zien. De kuilvjes. Ze hebben daar een mooie speelbal hangen. En een borsteltje aan de muur. Voor de kleine kalfjes, mooi om te zien. Mooie witte bles en een mooie witte kop. Ook hier zie je weer verschillende kleuren, soorten en maten. Erg mooi. Hier hangen de 100.000 kilogram tegeltjes. Ze hebben er ook 75.000 en 50.000 kilogram. Bij ons in Nederland kennen we eigenlijk alleen de 100.000 kilogram koeien. Maar hier beginnen ze ook met 50.000. Krijgen ze ook een mooi tekentje. Nou, je ziet de kalfjes individueel in hokjes staan. Het is voedertijd. Dit is een strohok. En om ze individueel te kunnen voeren, hebben ze hokjes met een klepje erachter. Dan krijgen ze een portie melk en die moeten ze opdrinken. Vervolgens gaat het klepje los en mogen ze weer het hok vrij rondlopen. De kalveren zien er goed uit, mooie volle ruggen. En ze zijn lekker nieuwsgierig. Nog nooit eerder gezien eigenlijk. Lekker vers hooi. Hier zie je een graanmix. En daar hangt weer een borsteltje aan de muur. Wat een mooie kleuren. Mooie stal, mooie kleur. Nette uitstraling. Het ligt hier zo midden tussen de bergen in het dorpje Kriemel. Dicht bij Pienskou. Wat een prachtig gezicht. Kijk, daar is onze grote vriend, de elektrische mixer. Ook die kennen ze hier in Oostenrijk. Dit is ook wel een mooi onderdeel van de boerderij. Ze hebben hier een uitloop voor koeien. Het is een betonnen vloer met een afdakje. Ze kunnen daar nog liggen in de frisse lucht. En zo hebben ze tijdens het melk maken wel een heel mooi uitzicht. Goh, wat zal die melk lekker smaken, jongens. Kijk eens aan, jongens. Wat is een Oostenrijkse boer zonder dikke ventrekker en sneeuwblad erop. Dat is nog eens mooi werk. Een vent 516. Hier zien we nog een aantal voersilo's en ook hebben we hier van die bags. Dat zijn die zakken die worden gevuld. Hier achter het kleed zit de voerkeuken natuurlijk. Ze voeren hier gras, bierborstel en mais. En de mais was aangekocht, dat verbouwden ze hier niet per se in de buurt. De koeien gaven ongeveer 9.500 tot 10.000 liter. Dus dat verbaasde mij nog wel. Ondanks dat het mooie kruislingen zijn, zit er nog wel een productie onder. Dus, goed om te horen. En voor de rest kijk ik zo mooi. Het bedrijfje is aangekleed met echt wat houtwerk aan de boerderij. En, het is een heel mooi erfje. Wat me vooral opvalt is dat de koeien er goed uitzien. Ondanks dat er geen voer voor het voerrek lag, wat er natuurlijk aankwam, was het wel heel hoog koekomfort. Er zat natuurlijk rubber op de vloeren, de boksen zagen er netjes uit. En er zat ook overal koeborstels en overal waterbakken. Ik denk zeker dat er vanuit de boeren hier dierwelzijn hoog in het vaandel staat. Natuurlijk staat de Oostenrijkse boer ook wel bekend om die koe in de wei met zo'n grote bel onderaan de kop. Dat hebben we hier niet gezien. Maar wel een heel mooi bedrijf met veel automatiserende robots. Zoals de voerrobot en de melkrobot. En ik zou graag het melkveebedrijf willen bedanken voor het bezoek. En dan gaan wij nog even verder genieten van onze vakantie in Oostenrijk. Zo, daar staan we dan op de piste. Ik heb de overal helaas thuis gelaten. Deze week het skipak en de skischoenen aangehad.
ben hier met de familie in Oostenrijk in Koningslijten. Het is een mooie zonsopkomst. Sunrise skiing doen we vandaag. Om 7 uur de berg op. Kijken wat een mooi uitzicht. Mijn broertje is er ook bij. En de rest van de family. Ik heb al even lekker een stickertje opgeplakt. Dutch Farmer John. Zullen ze het niet vergeten. Ja, zo kan het ook. Kun je niet altijd 6 gooien zeggen dan. Zo, wij vermaken ons nog een paar dagjes in de bergen. De volgende video is weer lekker tussen de koeien. Abonneer, doe een duimpje omhoog en tot later.